Een heerlijk momentje. Elke donderdag dan komt de Griet-titulaar van de 21e eeuw aan mijn tafel zitten. Met snor. Genaamde Lieven Scherre. Lieven, jij komt recht uit Nerdland. Zo is dat. Altijd. Wat heb je meegebracht? Wel, ik zit hier nu al vele weken. We hebben het nog niet gehad over computergames. Dus dat werd dringend tijd. En we gaan het dus vandaag hebben over games. Ja. En vooral over de laatste jaren is daar een immense variëteit in ontstaan. Je hebt niet meer enkel de grote blockbusters met de agressieve games, maar ook zeer mooie artistieke spelletjes waar ik het straks over ga hebben. De meeste mensen die denken aan computergames, die denken ofwel aan de oude Nintendo-spelletjes, Super Mario, ofwel aan de blockbusters van tegenwoordig, de hele grote games, zoals Call of Duty, GTA of FIFA of dat soort dingen. Dat is een gigantische industrie. In die mate zelfs dat de laatste Call of Duty, de vorige Call of Duty, heeft meer opgebracht dan de film Avatar. Dus dat is een grotere industrie dan Hollywood. Blockbuster zelfs, hè? Ja. Ja, en nu beginnen de Hollywood-acteurs zelfs mee te spelen. Kevin Spacey. Inderdaad. Ja, ja, ja. In het laatste Call of Duty-spel speelt Kevin Spacey de hoofdrol. En dat ziet er dan zo uit. Ja. People need a leader who can give them both the support and the constraints to keep chaos at bay. And that's where I come in. Sven, hebben ze jou nog niet gevraagd? Nee, maar dat staat op mijn bucketlist nu. Maar, vanaf nu wel. Maar ik ging zeggen voor Pac-Man of zo. Pac-Man? Voor het spookje dan. Ja, van die lieve spookje. Ja. Heb je het al gespeeld, Sven? Nee, maar nee, nog niet. Ik had al wel de trailer gezien. Want jij speelt af en toe de grote bloemers, toch? Wel, ik speel mee met mijn kinderen. Dus ik heb het eigenlijk door mijn kinderen ook leren kennen, heel die wereld. Vroeger had ik zelf ook Donkey Kong en Pac-Man. Maar nu is dat echt een heel andere wereld. Hè. Echt. Het is een andere wereld. En zeker bij die grote spelletjes. Eigenlijk zijn het Hollywoodfilms. Er zitten hele lange scènes in dat je niet aan het spelen bent, maar gewoon aan het kijken. En eigenlijk speel je een Hollywoodverhaal. Nu, dat is één kant van de gamingindustrie. Dat zijn die grote games. En ik denk dat veel mensen denken van dat is allemaal te druk voor mij, dat is te agressief, dat is niets voor mij. Je hebt sinds een paar jaar heb je ook een totaal ander genre, namelijk de casual games. En dat zijn dan de spelletjes die vooral op de telefoon gespeeld worden. En die hebben ervoor gezorgd dat de grootste groep gamers op dit moment volwassen vrouwen zijn. Meer dan mannen. Meer dan. Officieel. Ze hebben de tienerjongens volledig van de troon gestoken. En dat gaat dan over Angry Birds, Candy Crush en dat soort spelletjes. Ja. Dat zijn de casual games. Maar ik wil het vandaag hebben over nog een ander genre. Ik dacht het al, ja. Namelijk de indie games. En dat is waar mijn nerdogen van gaan blinken. Indie staat voor independent games. En dat zijn spelletjes die gemaakt zijn niet door grote firma's en grote bedrijven, maar door 2 of 3 vrienden die een heel goed idee hebben en die een paar jaar van hun leven wijden aan het zelf maken van zo'n spel. En het mooie, vind ik zelf, aan heel die indie-game-industrie is, die hebben niet die druk zoals Call of Duty van nog gewelddadiger, nog betere graphics enzovoort. Ja. Dat is echt een soort spel dat gedreven wordt door ideeën. Goede ideeën voor een andere manier van spelen en heel vaak zelfs artistiek. Er is een voorbeeld, A Braid, een van de meest succesvolle indie-games. En dat is eigenlijk een novelle. Dat is een man alleen die dat spel gemaakt heeft. En dat gaat over een grote fout die hij gemaakt heeft in zijn vorige relatie, waardoor die relatie op de klippen liep. En hij wil die fout herstellen. Dus eigenlijk gewoon een verhaal. En in de gameplay, dit is het spel. Het is een platformspel, maar je kan de tijd daarin terugdraaien. Ja. Dus kijk, als je dood bent, dan duw je op een knop en dan draai je gewoon de tijd terug. En dan kan je nog eens proberen. En dat is die metafoor van hem. Van kijk, ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Ook tijdens dat spel verzamel je puzzelstukjes. Die vormen schilderijen. En elk schilderij gaat over een fase uit die relatie waar hij vindt dat hij iets fout gedaan heeft. Dus echt bijna een novelle. Ja. En allemaal ontwikkeld door één persoon. De achtergronden zijn schilderijen. De soundtrack is cello-muziek. Niet wat we verwachten van een game, maar een heel mooi nieuw genre. Ja. En een van mijn favoriete games in de indie games is Limbo. Ja, Limbo is een spelletje. Je kent het. Ja, ik ken het. Het is prachtig. Ja. Het is een zwart-wit spelletje, film noir. Ja. En het is een jongetje die zijn zusje moet gaan zoeken. Inderdaad. En hij komt op de meest gruwelijke manieren om het leven. Een grote spin die dan... Kijk, hier begint het. Ja. Dit is het begin van het spel. Een klein jongetje van ongeveer 10 jaar wordt wakker in een bos. Alles zwart-wit. Prachtig.
En je weet niet... Maar zo poëtisch. Je krijgt geen uitleg. Ja, tot dan, ja, ik snap het. Oké. Ja, maar er komt een grote spin. Het is een puzzelspel, dus je moet hindernissen overwinnen door dozen te verslepen waar je dan op kan springen. Je moet aan touwen hangen. Maar alles is in dat zwart-wit, in dat mistige boslandschap. Heel mooi. En de sfeer is zo overweldigend. Ik raad iedereen aan om dat te spelen alleen thuis, in het donker, met die muziek zo hard mogelijk. En dat is echt... Ik ben nog bij weinig thrillerfilms zo onder de indruk geweest dan bij dat spel. Omdat je het zelf controleert. Jij loopt rond met dat jongetje. En het is ook hondsbrutaal. Er liggen wolfklemmen in dat bos. En dat jongetje allemaal vliegt daarin. En hij gaat ook zo aandoenlijk dood. Als hij verdrinkt, is het zo van... Maar goed, terwijl die grote blockbuster-games op dat moment willen dat het bloed rondspat en alles, heb je dat daar niet. Alles is zwart-wit. En alles is op sfeer gericht. Suggestie. Beetje Slenderman ook zo, hè? Zwart-wit en sferen. Ja, Slenderman is echt een thrillerspel waarin eigenlijk niets gebeurt, alleen ben je heel bang. Ja, dat is echt het concept van een thriller, toch? Ja, voilà. Ook een heel mooi spelletje dat vooral op esthetiek gericht is, is Monument Valley. Het staat tegenwoordig te krijgen op de smartphone, dus je kan het nu gaan opzoeken op je smartphone. En het is heel esthetisch. Het heeft iets Escher-achtig. Het heeft echt zo... Het zijn gebouwen en jij bent dat witte prinsesje en je moet je wegzoeken in die gebouwen door op knoppen te duwen, dan draaien er dingen open. En ook het perspectief verandert soms totaal, zoals bij die Escher-tekeningen, waarin boven onder wordt en omgekeerd. En soms, kijk, zoals hier, wordt er gespeeld met onmogelijke driehoeken enzovoort. Ja. Eigenlijk, qua puzzel is dat spel niet zo moeilijk, maar de muziek is fantastisch. Grafisch is het heel mooi. En ja, dat zijn spelletjes die veel meer om een soort beleving, om een soort sprookjesachtige sfeer gaan, dan echt om die harde gameplay van de klassieke spelletjes. Ik snap. Ja. Lieven, jouw t-shirts. Minecraft. Voilà. Zelfs ik ken het. Jij kent Minecraft ook. Ja. Proficiat. Plus 1000 nerdpunten. Allee. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, nee. Nee, maar dat is toch een van de klassiekers van dat soort arthouse. Minecraft is het grootste succesverhaal uit de indie games. Namelijk, het is begonnen met één Zweedse jongen, Marcus Persson. Die een beetje een zonderling, iemand die zich vaak alleen afzonderde enzovoort. Zijn moeder maakte zich daar zorgen in. Speelde altijd met Lego vroeger. En op een bepaald moment, zoals het gaat bij indie games, had hij één heel goed idee. Ik bouw een wereld die bestaat uit blokken. Allemaal vierkante blokken op elkaar. Er zijn steenblokken, houtblokken, zandblokken enzovoort. En daar loopt een mannetje in rond. Die kan die blokken uitgraven met een soort pikhouweel. En die kan die dan gebruiken om nieuwe dingen mee te bouwen. En alles wat je hier ziet, is blok voor blok gebouwd door gamers. Door gewoon rotsen uit te graven en elders terug op elkaar te stapelen. En eigenlijk gebeurt er niets in dat spel. Nee. 's Nachts komen er monsters buiten. De creeps. Ja, de creepers. Ja, voilà. Ja. 's Nachts komen er monsters buiten. Je hebt de creative en je hebt de survival. Hè? Ja, voilà. Dus je kan dat spel spelen in survival mode. Dan loop je rond en je bouwt van alles. Je bouwt een huis voor jezelf en je combineert grondstoffen tot een vislijn enzovoort. En je moet gewoon 's nachts zorgen dat de zombies niet aan jou kunnen. En dat is het. Aan de schaapjes en de varkens. Voilà, ja. Mijn drie kinderen, 15 en 15, die spelen dat samen, maar elk met hun eigen device. Maar die zitten in dezelfde wereld dan te komen. En bouwen die dan samen echt? Ja, ja. En wat bouwen die dan? De boerentoren of zo? Nee, echt de grotten. Dat is een goed idee voor straks. Nee, grotten en huisjes en werelden. Die creëren werelden echt van Lego eigenlijk, maar dan Minecraft. Dat is het mooie aan Minecraft. Dat is wat men noemt een sandboxing game, dus een zandbakspel. Namelijk, hier is een wereld, hier is de zandbak. Doe maar wat je wil, want er is geen opdracht. Je mag doen wat je mag bouwen en achter elkaar zitten en eigenlijk doen wat je wil. En dat kan. En de mensen maken daar de meest waanzinnige dingen mee op het internet. Dit is bijvoorbeeld een TARDIS van Doctor Who, maar dan ook een die van binnen groter is dan van buiten. Dus waar je echt in kan wandelen. Er zijn mensen die hele grote monumenten en kastelen bouwen. Dit is een atomium, gebouwd in Minecraft. Er is nog wel werk aan. Ja, voilà. Dat is echt blok voor blok op elkaar gestapeld. En dat is dus allemaal die simpele jongen daar in Zweden. Die Marcus Persson heeft dat ontwikkeld. Die heeft op een bepaald moment... Zijn spel was nog niet af, maar iedereen begon aan zijn oren te zagen van... We horen dat je iets tof aan het maken bent, zet het eens online. Hij heeft het online gezet en het werd toen verkocht voor, ik denk, 5 euro of 10 euro per stuk. Het was nog niet af. Een maand later was die jongen miljonair. Miljonair. 1 miljoen euro op een maand tijd, gewoon door... Die had geen promotiekanaal en geen groot bedrijf dat erachter had. Gewoon mensen die aan elkaar doorvertellen, die heeft een tof spel gemaakt. Een paar jaar later is het spel ook gereleased. Intussen is het 55 miljoen keer verkocht. Het is het best verkochte spel ooit. Het is ontwikkeld door 3 man. Ja. En een paar maanden terug is zijn bedrijf verkocht aan Microsoft voor 2 miljard euro. Pardon? 2 miljard euro, ja. Voor die blokjes? Voor 3 Zweeds, ja. Dus
Drie Zweedse jongens, dat is het succesverhaal van de indie game, drie Zweedse jongens met hun eigen computer bouwen een spel dat drijft op één heel goed idee. Namelijk, we bouwen wat we willen met blokjes. En een paar jaar later, 2 miljard euro verkocht aan Microsoft. Gigantisch. Lieven, de spelletjes die je nu getoond hebt, kan je die kopen in de winkel? Kan je die downloaden? Waar ga je die halen? Vroeger was dat enkel online. Nu beginnen die op sommige consoles ook te komen. Wij gaan op onze Facebook van Nerdland gaan we een lijst zetten met een paar van de mooiste indie games. Er zijn eigenlijk twee platformen waar je heel veel indie games vindt. En dat is de website steampowered.com. Daar staan heel veel van die spelletjes op. En je hebt nu sinds kort ook een console, de Ouya, waar enkel indie games op staan. O-U-Y-A. En die kost 100 euro. En de spelletjes kosten tussen de 10 en de 20 euro. En enkel indie games. Dus geen grote titels, enkel de independent games. En stop dat in de televisie en dan kan je spelen. En jij verkoopt er hier straks aan de uitgang over. Nee, dat doe ik niet. Dankjewel, Lieven Scheire. Net als vele nerds ben ik geen ochtendmens. Het is heel moeilijk 's morgens om wakker te worden en dan moed te verzamelen om vanuit mijn bed naar beneden te gaan, om daar onmiddellijk terug in de zin. Lieven, welkom. Wat ben jij van plan? Wel, de feestdagen staan voor de deur en dan worden er cadeautjes uitgedeeld. En ik dacht, het is tijd om toch een van de nerdthema's bij uitstek aan te snijden, namelijk...